Want waar het vandaag over is eigenlijk de stad en Drenthe, omdat ik daar de meeste problemen in zie. De gewoonte om zodra wij zet mogen starten, zo snel mogelijk naar de winkel te rennen om dan eindelijk de stad en Drenthe te komen. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik was precies zo. Voor mij was het echt een mijlpaal. Ik denk, ik mag zet starten, dus ik ga een stad kopen. Nou, dit was mijn keus. Dit was een babystam. Vriendelijk, dik, want ja, mijn paard wil natuurlijk niet verseren in een klein mondje. Dus ik dacht, ja, ik wil niet scherpen, want ik weet het, het is een mes met een vork. Nou, daarbij een dubbelgebroken bitje. Ik denk, nou, dat moet passen. Mijn paard, moet ik heel eerlijk zeggen, heeft je niet opgepiept. Maar had wel altijd een beetje de neiging om een soort, nou, net nog geen kokhalsbeweging te maken. Het is toch wel een hoop wat ik in mijn mond heb. Dit is mijn demo-paard. Niet het paard waar ik het over heb. Maar goed, dit is wel de gemiddelde paardenmond van tegenwoordig. Wij worden paarden steeds zieker. Dus ze krijgen een steeds rondere kaak. Maar ook een steeds smaller onderkaak. Dus je ziet dat hier twee vingers ruimte is tussen de onderkaak. In tegenstelling tot vroeger. Vroeger waren er wel vaak 3 tot 2,5 vingers. De onderkaak is smaller. Nou, dat is al van belang bij het passen van een bit. De tong is even dik gebleven. En eigenlijk is dit de ruimte die een gemiddeld paard heeft in zijn mond. Nou, ziet u? Deze mist een tong. En een verhemel. En nog slijmvliezen aan de zijkant en nog lippen. Dus je kan je voorstellen dat een paard niet veel ruimte heeft. Heel veel mensen zeggen altijd als ik bij hem kom voor een passessie van goh, mijn paard heeft niet zoveel ruimte. Dan denk ik, dat klopt, dat hebben ze allemaal niet voor een pit. Als je dan mijn gekozen set erin gaat doen, wordt het even iets. Dan zie je dat het best heel vol is. Dus dikke bitten zijn inderdaad, qua drukverdeling is natuurlijk de theorie juist, dat een dikke bit, en daar veel druk op zet, een groter verdeelvlak heeft. Maar als jij zo weinig ruimte in je mond hebt, en dit is nog een merrie, want je ziet, ik heb hier geen grote ruimte aan hangen, maar dan snap je dat dit eigenlijk niet past, gewoon sowieso nooit niet. Wat zie je veel? Ze hebben weinig ruimte. Hier is in een ruime tand, dus mensen hangen alles ook nog eens vrij hoog. En dan krijg je dus dat twee bitten op elkaar komen te zitten. Nu is dit een mond zonder tong en zonder behemelten. Maar wat denken jullie wat dit paard gaat doen als hij bitten zo doet? Die gaat zijn mond open doen, hè? Gelukkig hebben we daar een neus voor. Wij snoeren die neus niet aan. Nou, de neus ging, dat werkt. Dat paard kan zijn mond niet open. Wat denk je dat stap 2 is van een paard om deze twee bitten gaat doen als hij op elkaar zit? Wat ik dus wil weten. Hij kan niet zijn mond omhoog. Waar kan hij nog ruimte creëren? Hoe doet hij dat? Zijn tong gaat opzij om de bitten te kunnen laten zakken, omdat hij gewoon die ruimte moet hebben. Dus de gewoonte van dikke bitten is een gewoonte waarvan ik zeg, oké, niet altijd even handig. Maar wel is waar, een dunne bit werkt natuurlijk en geeft wel meer verantwoording dan het scherpe inwerken. Maar beide, kijk, als je naar deze dingen kijkt, daar kan je aan werken, daar kan je aan veranderen. En je kan met rijden natuurlijk wel voor zorgen dat jij licht in contact neemt en dat je niet hoeft te hangen aan je bit. Sowieso niet zo.